Nou, Sebastiaan Munter en David Blackmore, jullie gaan zo direct een ongekend avontuur aan, hè? Ja, wij gaan in 24 uur tijd gaan we 100 kilometer rennend afleggen. En dat doen we door rondjes van 4,2 kilometer hier door Heemsterk te gaan rennen. Voor het goede doel. We zijn van origine zijn we vechtsporters en we hebben obstakelmarathons gedaan en hardloopwedstrijden. Alleen ja, nu met de corona is het allemaal weer wat lastiger voor organisatoren om evenementen neer te zetten. Dus ja, dan moet je een beetje creatief doen en af en toe je eigen uitdaging gaan vinden. Ja. Lopen er nou nog mensen mee? Alles is gekoppeld aan Kika en het goede doel. Dus mensen mogen meelopen, alleen wel op voorwaarde dat ze een donatie doen. En we hebben in de aanloop naar dit gebeuren hebben we al een soort Kika-actie opgezet via internet. Daar is al ruim €1500 voor binnengehaald. Dus echt super, super tof. En er zijn dus heel wat mensen die ook hebben gedoneerd om een rondje mee te lopen. Ja, en morgenmiddag om hoe laat is het weer afgelopen voor jullie? Nou ja, we gaan om 3 uur morgenmiddag gaan we het laatste rondje in. En dat zal, aangezien we dan iets van spierpijn hebben, wel niet een heel snel rondje meer worden, vrees ik. Maar ergens tussen 3:30 en 4:15 zullen we dan hier finishen. En dan hebben we iets meer dan 100 kilometer in de benen. Inderdaad, het wordt voor ons ook een experiment. Hey, ik heb nog nooit 100 kilometer gelopen, dat staan in 24 uur. We zullen het benieuwen. Ik bedoel, slaap zal het niet worden. Het zal hier de powernapjes zijn. Ja, voeding, slaap, rust. Het is allemaal één groot experiment. Dus want hoe lang doen jullie nu over die 4,2 kilometer? Ongeveer, hoeveel tijd? Ongeveer 25 à 30 minuten zullen we erover doen. Ja. Ja, go. Ja mannen, kom maar even bijstaan. Ja, nou, het eerste rondje zit erop, hoe ging het? Het eerste rondje is altijd makkelijk, hè? Is dat zo? Het eerste rondje is altijd super makkelijk en het wordt wel zwaar, maar zoals nu is het is lekker warm, zonnetje komt door, dus alleen maar prima. Is ook zo. En dat is met jou tegen? Goed, gaat prima. Iets te warm, maar goed. We gaan bijna een slootje springen. Ja, goed, straks even een thermootje uit en dan... Thermootje uit en dan gaat het wel weer. Dan gaat vanaf nu toch alleen maar koeler worden, dus... Oké, nou mannen, als het zo door blijft gaan tot morgen, dan gaat het goed, hè? De pit zit erin. Oké, dank jullie wel en succes. Dankjewel. Ja mannen, gisteren om deze tijd stonden we ook hier, maar jullie zinden er, toen zagen jullie er heel wat beter uit. Ja, zo, gek hè? Voelt ook veel beter. 100 kilometer ruim. Ja. Gaat je niet in je koude kleren zetten, kan ik je vertellen. Nee, weinig slaap. Maar elke keer nog wel rust onderweg natuurlijk. Ja, maar dat heeft ons opgebroken. We hadden te veel rust, weet je, waardoor je stram wordt, je wordt stijf. En iedere keer opstarten was echt gewoon een karwei. We hebben de eerste kilometer, ieder rondje hebben we gewoon... Iedere keer ons op moeten slingeren, hebben gewoon stijve spieren die niet willen. En je bent gewoon een kilometer verder voordat je weer een beetje loopt. Het was echt pittig. Maar ja, het moet toch wel een enorm voldaan gevoel geven, mannen. Dat zeker weten. Ik denk, als je ook nadenkt in die 24 uur tijd, misschien 40 minuten slaap. Dus dat breek je ook natuurlijk. Op een gegeven moment de vermoeidheid die gaat spelen. Alles en dan even daar doorheen zitten. En dat allemaal voor Kika? Allemaal voor Kika. We hebben, als ik de laatste stand heb bekeken... Denk ik iets van €2100 binnengehaald met deze actie. Dus echt iedereen die gedoneerd heeft, echt respect jongens, super tof. Ja, als mensen nou nog het idee krijgen na het zien van de reportage van... Zeker. God, dat wil ik wel wat aan bijdragen, dat kan nog? Dat kan zeker nog. Dus, okay. Het zou echt super, super tof zijn. Oké, mannen. Nou, van harte geluk gewenst. Dankjewel. En geef ze nog een keer een hartelijk applaus, hè. Yeah.